welkom bij deze nieuwe video. Jongens, vandaag een video waarvan ik weet dat jullie hem super leuk vinden. Weer een full face met allemaal nieuwe make-up. Ik heb echt een boel. Ik heb foundation, concealer, oogschaduw, lipsticks, poeder. Het is weer een heleboel. Het is een mix van dure en betaalbare make-up. En ook een mix van PR, dus wat ik gewoon gratis heb ontvangen. En van wat ik gewoon zelf heb gekocht. Het zijn echt weer leuke producten, denk ik. Obviously heb ik ze nog niet gebruikt. Maar dat gaan we vandaag met z'n allen doen. Dit soort video's kosten altijd heel veel tijd om te maken. En ze duren ook altijd wat langer. Dus pak er iets lekkers bij. En kom gewoon genieten van de video. En laten we gewoon snel beginnen. Want het gaat vast al lang genoeg duren. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik had afgelopen week echt een off week. Het is vandaag maandag als ik deze video maak. Afgelopen week was zo chaotisch en in de war. En heel mijn wekelijkse routine was gewoon echt helemaal in de war. Vandaag is het maandag. Weer een nieuwe week. Ik voel me weer goed. En ik hoop dat ik me gewoon nou goed aan mijn daily routines kan houden. Ik heb vandaag een nieuwe foundation die ik ga testen. Dus ik ga in met een primer die ik al ken. De Urban Decay All Nighter Primer. Hij flikkert gewoon zo uit mijn hand. Die breng ik even aan. Ik heb verder niks op mijn gezicht. Alleen maar een dagcreme. En ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Like always. Dit is by the way echt een hele fijne primer. Als je wilt dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. I love it. Ik ben alleen de dop kwijt. Ik weet niet waar die is. De nieuwe foundation die ik vandaag ga testen is deze van Maybelline. Dit is de Maybelline Anti-Age Rewind Instant Perfector 4-in-1 Matte Foundation. Dit is het enige product dat ik vandaag al heb gebruikt. De rest is allemaal nog ongebruikt. Want qua foundation wil ik hem altijd vaker gebruiken om jullie goed mijn mening te kunnen vertellen. Ik heb hem al 1 keer eerder gebruikt. Deze foundation is een beetje geheimzinnig op de markt gekomen ofzo. Ik heb er helemaal niks over gehoord, niks gezien. Ik heb hem gewoon toevallig gezien online. En ik dacht, deze is nieuw, laten we hem gewoon proberen. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Een grote roze verpakking. En we krijgen 30 ml. Voor een betaalbare foundation is hij een beetje aan de dure kant. 18,95, 19 euro. Is een beetje up there als het gaat om een betaalbaar merk. Maar goed, dit is dus hoe hij eruit ziet. Mooi roze. Dit is een 4-in-1 foundation. Dus het is een primer, een poeder, een concealer en een BB cream in 1. Dus ja, dat is heel apart. Het is ook een mousse formule. Mousse brengt mij echt terug naar 10 jaar geleden toen iedereen de Maybelline mousse dingen gebruikte, die potje. Die was echt veel te oranje, matchte met niemands huidskleur. We zagen er met z'n allen niet uit. Maar ja, als je er gewoon met z'n allen niet uitziet, dan is het gewoon oké. Zolang je het maar gewoon met z'n allen doet. Het heeft 6 verschillende kleuren en ik heb de kleur 3 medium. Hij is een tikkeltje te donker voor mij. Ik had hem eigenlijk gematcht met mijn huidskleur als ik ben gebruind. Ik ben nu niet gebruind. Dit is gewoon mijn echte lichte huidskleur. Of ja, ik ben niet heel licht, maar dit is gewoon mijn echte huidskleur. En niet een tikkeltje lichter, maar op zich kan ik hem nog wel gewoon gebruiken. Oké, ik ga het jullie laten zien. Waar is mijn spons? Ik ben mijn spons beneden vergeten. Oké, hier is mijn spons. Kijk, als ik het eruit druk, je ziet gelijk dat het zo mousse is. Het is net zo'n drolletje. Het is echt gewoon een full on mousse. En dan breng ik het gewoon zo aan. Het is dus 4-in-1. Naar mijn mening is het een beetje 2-in-1. Ik vind het wel echt ook een poeder. Het maakt echt helemaal mat. En je hoeft in principe geen poeder meer aan te brengen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Wat ik er iets minder aan vind, is dat ik het een tikkeltje patchy vind. Een tikkie vlekkerig. Maar voor de rest vond ik hem wel beter dan verwacht. Altijd als ik hoor mousse, denk ik altijd, ja, dit gaat hem vast niet echt worden. Je moet wel wat product aanbrengen om het gewoon mooi egaal te krijgen, want anders is het dus echt vlekkerig. Maar als je meer aanbrengt, zoals ik nou hier heb gedaan, zoals je kunt zien, wordt het wel echt gewoon egaal. Ja, hij is echt nou echt te donker voor mij, maar laten we het gewoon doortrekken tot aan de nek. Maar als ik ben gebruind is hij echt perfect. Dus dat is wel fijn. Zoals je kunt zien is mijn gezicht echt helemaal mat. Ik denk dat het echt ideaal gaat zijn voor de vettige huid die ik niet heb. Ik vind hem wel een tikje te droog voor mensen met een droge huid. Dus dat wel. Ik persoonlijk voor mijn huid die dus normaal droog is, is het niet echt ideaal dat iets zo mat is. Maar ja, maakt niet uit. En het heeft een medium dekking ongeveer. Een lichte tot medium dekking. Kijk, het ziet er echt op zich beter uit. Ik was best wel in shock van het feit dat het er echt beter uitzag dan dat ik had gedacht. Is het echt de beste foundation? Ja, wat ik dus wel echt top eraan vind is, je hoeft echt geen poeder aan te brengen. Het droogt helemaal mat op, alsof er al poeder op zit gewoon. Dat vind ik echt een heel uniek iets. Het lijkt nou alsof ik echt zo'n oranje masker op heb. Jongens, geloof me, toen ik was gebruind was het echt een perfecte match. En het bleef ongeveer 8 uur goed zitten. Dus ik vind hem op zich wel gewoon oké. Let wel op, hij is wel echt super duper mat. Next up is de nieuwe concealer. Dit is de nieuwe NYX Bare With Me Concealer Serum.
Dit is dus de nieuwste concealer van NYX Cosmetics. Ik zag hem, ik dacht ik moet hem gelijk bestellen. Ik heb hem in twee kleuren, want ze hadden mij de verkeerde kleur gestuurd. Dus nu heb ik er twee, maar ik dacht dan kan ik misschien hiermee cream contour of zo aanbrengen. Er staat online dat hij een medium tot volledige dekking heeft, licht aanvoelt op de huid, hydrateert en oneffenheden weghaalt. Ja, nou daar is ook gewoon een concealer voor. Dus ik ben benieuwd. Het is van de Bare With Me lijn. De Bare With Me lijn is de iets meer naturel-achtige lijn van NYX, volgens mij. Dus ik hoop ook echt dat hij gewoon licht gaat aanvoelen op de huid. Ik heb hem in de kleur beige en de donkere kleur is... Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zet sowieso alles beneden in de beschrijving. Okay, laat ik hem een beetje schudden. Ik weet niet of dat moet, maar dat doe ik gewoon. Ik ben zo benieuwd naar de formule. Oké, okay, het heeft dus zo'n pomp. Ben ik niet zo'n fan van. Ik vind het fijner als ik het gewoon gelijk zo kan aanbrengen. Nou moet ik het weer op iets doen en dan weer daarvan afhalen. Dus dat vind ik al niet fijn. Ik ga het gewoon hier op dit watte schuifje doen. Oké, ik had het iets wateriger verwacht. Het ziet er gewoon uit als een cliché concealer. Oeh, de kleur is perfect. Dat heb ik goed gegokt. Ik hoop dat dit nou ook mijn gezicht iets lichter gaat maken. Hij voelt best wel dik aan. Ik had het niet verwacht. Ik dacht, want het is een serum. Dus ik verwachtte dat hij echt heel dun en een beetje waterig zou zijn. Maar dat is hij echt totaal niet. Het voelt gewoon echt aan als een, ja, gewoon een normale concealer. Oeh, nee. Ik vind hem niet zo mooi. Hij heeft absoluut geen medium tot volledige dekking. Het is gewoon een lichte dekking, terwijl hij wel gewoon dik aanvoelt. Niks van de claims klopt gewoon. Hij voelt te dik aan en hij dekt helemaal niks. Kijk, je ziet hier gewoon echt nog gewoon mijn wallen zitten. Ik had niet verwacht dat hij zo slecht ging zijn. What the F? Ik ga gewoon even iets meer aanbrengen. Zien of ik het een beetje kan opbouwen of zo. Want dit is echt een bende. Het zit ook helemaal niet mooi smooth op de huid of zo. Oké, als je iets meer aanbrengt. Bouwt hij wel op? Nee, het is helemaal niet mooi. Ik vind het is wel echt cakey. Terwijl online staat licht gewegen, dit, dat, bla, bla, bla. Ik vind dat echt totaal niet. Ik weet niet of dit de juiste beslissing gaat zijn. Maar ik ga alsnog proberen hiermee te contouren. Ook al vind ik hem ja, al niet fijn als concealer. Misschien is hij wel heel fijn als contour, weet ik veel. Oh, dit is de kleur Camel. Ik breng gewoon niet te veel aan. Want je kunt beter te weinig aanbrengen dan te veel. Ik breng gewoon zo een paar stipjes aan. En that's it. Oké, als contour werkt hij wel echt beter. Hij is wel een beetje oranje. Ik ben vandaag een beetje oranje. Maar dat komt ook door de foundation eronder. Als contour werkt hij wel echt beter. Want dan is het juist wel fijn als het een beetje een lichte dekking heeft. Want je wilt niet helemaal zo'n dikke contour op je gezicht. Maar als concealer vind ik hem weer niet werken. Dus ja, en uiteindelijk is het wel gewoon een concealer. En zou het dus juist wel als concealer moeten werken. En gewoon extra zijn als het ook als contour werkt. Maar dit is niet extra. Het werkt letterlijk alleen maar als contourkleur. Dus ja, helaas. Van Huda Beauty heb ik een nieuwe poeder. Dit is de Huda Beauty Baby Bake Loose Powder in de kleur Pound Cake. Dit is dus de losse poeder van Huda Beauty. Normaal is hij gewoon in een grote pot, maar dit is de kleine versie. Vandaar dat hij de Baby Bake heet. Ik heb hem in de kleur Pound Cake. Ik heb de grote al eens gehad en die was super fijn. Deze poeder geeft ook echt dekking en zo. En ik dacht, laat me nou eens deze versie proberen. Dit is dan hoe het potje eruit ziet. Heel klein en schattig en een beetje ja, apart. Dit ziet er allemaal echt een beetje apart uit. Het is volgens mij gewoon dezelfde poeder als de grote, alleen dan in de kleine verpakking. Als dat zo is, dan weet ik al wat ik ervan vind. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Je moet het zo hier openmaken en dan close open. Oh, wacht. Oh, wacht. Hierop staat close open, dat je dan moet draaien, maar... Wat moet ik dan draaien? Oh, zo. Ik ga stuk. Je moet het zo draaien en dan heb je hier zo de spons en dan zit hier zo... De poeder in. Oké, dat is apart. Normaal vind ik het fijn als er iets van een dop is. Want dan kan ik het zo erin doen. Nou weet ik niet echt ja, waar ik het dan in moet doen. Wow, ik zie ook dat de concealer helemaal creased. Meer dan normaal. Deze concealer is echt een fiasco. Het wordt echt gepromoot als een baking poeder. Dus dat is dan ook wat ik ermee ga doen. Ik ga baken. Ik heb gewoon een klein beetje zo... gegooid op dit watten schuifje. En dan gebruik ik dit ding om mee te baken. Ik vind dit niet echt fijn. Want het gaat niet heel mooi om je ogen heen. En dan haal ik het er weer gelijk van af. Ja, dit is echt geweldig. Dit is gewoon dezelfde poeder als de grote. Alleen de verpakking is dus anders. Is handiger voor op ruis of wat dan ook. Ja, deze poeder is zo mooi. Echt, I love it. Die dekking ook die geeft. Hoe mooi smooth die het maakt. Alsof er zo'n gefilterde laag op je huid zit. Echt fantastisch. Ik moet wel zeggen, ik ben geen fan van de verpakking. Ook omdat ik niks heb om het in te doen. En dit ding gebruik ik ook niet. Dus ik zou gewoon de normale halen. Gewoon de grote. Want
Ja, dit is allemaal niet echt handig naar mijn mening. Maar de poeder is wel echt heel fijn. Dus ik zou zeker de grote halen. En nou ik gewoon de kleine heb, ga ik hem ook gewoon zeker opmaken. Oké, ik ga heel even snel mijn neus contouren met mijn Revolution paletje. En een beetje MAC Fix Plus sprayen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ben ik weer. We gaan nu stoppen met het gezicht en beginnen aan de ogen. En ik heb een nieuw paletje. Dit is het Morphe 35T Sweetest Tea Palette. Dit paletje ziet er super mooi uit. Ik heb hem ontvangen in PR. Ik was echt heel enthousiast toen ik hem kreeg. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Gewoon hun normale formaat en mooi roze. En dit is dan de inhoud. Een heleboel mooie roze, paarse kleuren. En je hebt mat en glanzende kleurtjes. Dit ziet er echt prachtig uit. Een beetje lenteachtige kleuren. Je ziet nu echt dat de merken al beginnen met de lente en zo. Dit paletje heet het Sweetest Tea Palette. De inspiratie was hun bestselling kleur Sweet Tea. Jullie weten van mij, ik gebruik altijd het Morphe Sweet Tea Lip Potloodje. Maar je hebt ook een Sweet Tea Lipstick, Sweet Tea Lip Gloss. Ik heb die allemaal. Kijk, dit is de Sweet Tea Lipstick. Is echt een hele, hele mooie bruine kleur. En ik vind dit echt de perfecte bruine kleur voor mij als lippotloodje. Dus ik heb de gloss, ik heb de lipstick. Hier is de gloss. Ik moet zeggen, ik vind hem niet per se mooi als lipstick of lipgloss. Maar als lippotloodje is hij echt geweldig. Maar goed, ik denk dat als je mij volgt, ik jou dat niet hoef te vertellen. Maar goed, dit is dus het paletje die ik vandaag ga gebruiken. Ik denk dat het qua formule gewoon hun cliché of formule gaat zijn. Ik vind hun paletjes altijd best wel fijn. De prijs-kwaliteit verhouding is altijd wel goed. I like it. Ik mis alleen weer een spiegel. Maar ja, dat hebben ze echt nooit. Maar goed, ik denk dat ik hiermee een mooie paarse, rozige smoky eye gaan maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik ga wel even snel primen met mijn Essence Oogschaduw Primer. Ik had al geprimed met die concealer, maar die bakt er echt niks van. En dan breng ik er ook een beetje poeder op aan om het vast te zetten. Een beetje deppen zo met de kwast. En dan ben ik klaar. Even denken. Ik ga gewoon even een look echt helemaal bedenken uit mijn hoofd. Ik denk dat ik een nieuw concept ga proberen. Ik denk dat ik de hele oogschaduwstuk gewoon helemaal doorspoel om wat tijd te besparen. Let me know wat je hiervan vindt. Oké, jongens, de look is helemaal klaar. Mooi smoky roze paars. Ik moet zeggen, de glanzende kleuren hebben echt deze look gered. Want de matte kleuren waren echt een puinhoop. Het was zoveel moeite en ze blenden ook helemaal niet goed. Ik vind het nou ook helemaal niet mooi hoe het hier zo'n beetje vlekkerig is gebleven. Ja, het was een beetje moeilijk met matte kleuren. Ben ik niet echt gewend van Morphe. Normaal gaat het echt gewoon helemaal goed. Maar ja, dan ga ik nu in met een nieuwe eyeliner. Dit is de L'Oréal Paris Flash Cat Eyeliner. Kijk even deze dop. Hier zit dit op. En dit gaat jou helpen om een wing te maken. Je ziet hier al een wing shape. En dan als je die zo hier vasthoudt, je hoeft hem alleen maar zo in te kleuren. En dan ben je klaar. Ideaal voor beginners of als je sneller klaar wil zijn. Of altijd aan het struggelen was. Dit kan je zo helpen. En dan als je klaar bent, je schuift het gewoon weer zo terug in het dop. En je bent klaar. Dit lijkt mij echt ideaal. Ik hoop ook gewoon dat de pen echt fijn gaat zijn. Hij ziet er wel heel fijn uit. Dus ik ben benieuwd. Ik had het gezien op Instagram dat iemand hem gebruikte. En ik dacht, ik ga deze gelijk bestellen en in een video proberen. Ik weet dat heel veel mensen altijd struggelen met winged eyeliner. Dus dit zou echt ideaal kunnen zijn. Oké, even kijken. Je moet hem gewoon zo vasthouden. Ik doe het zo. Wacht, zo. En dan ga ik hem gewoon zo inkleuren. Oeh, dit heeft best wel nut. Wat je ook zou kunnen doen, dit heb ik gewoon nu bedacht, is dat je hem gewoon zo vasthoudt. En dan gewoon zo die strakke lijn maakt. Dat zou ook een manier kunnen zijn. Wacht, ik ga dat ook proberen. Ik zet hem gewoon zo neer. Nou jongens, dit is op zich wel ideaal. Ik ga het ook proberen bij de andere kant. Even kijken, dan moet die... Wacht, dan moet het dus zo... Kijk dan! Dit lijkt mij echt ideaal. Ik heb een heleboel eyeliner hacks getest in mijn leven. Een heleboel verschillende producten. Maar dit is denk ik echt tot nu toe echt iets wat het beste werkt gewoon. En je moet hem gewoon nog een beetje perfectioneren. En je bent gewoon klaar. En nogmaals, je kunt dus ook gewoon zo dit doen. Gewoon zo vasthouden. En dan gewoon zo die lijn maken. I love it! Oké, ik ga even de hele wing maken.
Toppie, jongens. De pen is ook echt heel fijn, heel mooi zwart, lekker flexibel. Ik vind dit echt geweldig. Vooral voor beginners, jongens, is dit echt toppie. Dit kan jou echt erbij helpen. En dit product is slechts 11 euro. Wauw, de pen is ook gewoon heel fijn. Ik ga hem echt nog vaker gebruiken. Echt amazing. En hij klikt ook echt zo weer vast. Dus hij zit helemaal niet los of zo. Dit is echt een topproduct. Next up, een nieuwe mascara. Van de Kruidvat collectie heb ik de Mighty Lashes Bold Volume Mascara. Ik ben aan het twijfelen of ik hem al een keer heb getest. Volgens mij wel, maar in een andere kleur. Maar ik heb geen idee meer wat ik ervan vond en of ik überhaupt echt dit product heb getest. Dus ja, we gaan het gewoon vandaag doen. Dit moet dus volume geven. Ik ben benieuwd. Hij voelt heel fijn aan. Zo een beetje zacht of zo. Oeh, dit is heel spiky. Oké, ik ga wel eerst even mijn wimps krullen. Jongens, ik ga nog vanavond naar de bioscoop. Dus ik hoopte gewoon dat deze make-up look goed zou uitpakken. Maar tot nu toe is het wel oké. Oké, best wel fijn. Niet per se heel veel lengte of zo, maar zeker wel volume. En wat ook fijn is, door die spikes haalt het je haar dus echt zo heel mooi uit elkaar. Ik vind hem best wel fijn. I like it. Oké, ik ga eventjes nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ogen zijn helemaal af. Ik vind het wel heel leuk zo dat roze en paars. Echt het verschil met mijn gezicht en mijn huidskleur hier is echt mega groot. Maar whatever. Ik moet echt weer een beetje gaan bruinen. Even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan bronzen. Vraag me trouwens niet welke wimpers ik op heb. Ik heb geen idee. Ze zaten gewoon hierin, dus ik weet niet. Ik heb hier een nieuwe bronzer. Dit is de LA Girl Matte Bronzer in de kleur Back to the Beach. Dit is echt een mega grote betaalbare bronzer. LA Girl is altijd betaalbaar. En je had hem online in twee kleuren op Boozy Shop. Even kijken. En ik heb de lichtere kleur. Die is nu goed met mijn huidskleur nu. Maar ja, ik weet niet of je hem nou gaat zien. Omdat mijn gezicht best wel bronzy is. En het is een hele grote matte bronzer. Hij ruikt... Ik weet niet nou wat hij ruikt, maar hij ruikt wel lekker. En er staat dat hij long lasting is en licht gewicht voelt op je huid. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het altijd heel fijn als een bronzer echt in zo'n grote verpakking zit. Want mijn bronzerkwast is ook heel groot. En dan kan ik er zo lekker heftig in gaan. Nee jongens, je gaat hem nou helemaal niet zien. Ook omdat ik heb gecontourd met die concealer. Oeh, hij is een beetje grijzig. Jongens, ik denk dat dit echt een te lichte kleur is voor mij. Ook voor mijn huidskleur nu. Ik had beter die andere kleur kunnen nemen. Ja, nou is hij helemaal zo grijzig. Ik trek het echt helemaal door naar mijn nek. Veel meer dan hoe ik normaal zou doen. Gewoon omdat het gewoon ja, wat meer moet matchen. Kijk, nou heb ik het hier ook helemaal aangebracht. De kleur is te licht voor mij, jongens. Hij is wel gewoon oké. A few moments later. Nee, ik vind hem niet oké. Ik vind hem niet mooi. Hij is ook weer een beetje vlekkerig. Dan heb ik hier een nieuw paletje van Dior. Dit is de Dior Backstage Face Glow Palette in de kleur 002 Glitz. Ik hoor altijd zoveel goede verhalen over de Dior Backstage make-up lijn. En ik wil al zo lang iets proberen. En ik dacht, nu is het moment. Ik ga hem gewoon bestellen. Ik heb hem online bij Easy Paris besteld. En dit is dan hoe die eruit ziet. Het ziet er super mooi uit met vier kleurtjes. Deze verpakking ziet er nog mooier en chiquer uit in het echt dan online. Hij is zo heel mooi glanzend. Echt extreem glanzend. Echt prachtig. En de kleuren zien er zo mooi uit. Het zijn vier glanzende kleuren. En het is een face paletje. Je kunt het voor van alles gebruiken. Niet alleen als highlighter, als blush, als bronzer, als oogschaduw. Je kunt hier echt gewoon heel veel mee. Ik heb ook gekeken naar de reviews. En mensen vonden het allemaal echt een hoge prijs waard. En iedereen was er echt heel blij mee. Dus ik ben benieuwd. Het ruikt naar niks. Oké, ik wil het ook echt gaan gebruiken als een gezichtspaletje. Ik wil het ook een beetje als blush gaan aanbrengen. Ik ga denk ik deze peachy-achtige kleur hier een beetje aanbrengen als blush. Hoeft niet te veel, gewoon een klein beetje. Want het is best wel glanzend allemaal. Het geeft zo'n hele mooie soort van subtiele glow. Oeh, mooi. Het is wel heel subtiel. Kijk, zie je het verschil met hier en hier? Je ziet hier echt zo een beetje roze, terwijl het hier helemaal nog niet is. En de glans is ook niet te heftig of zo. Oké, jongens, dit vind ik wel echt heel mooi. Ik pak ook een beetje van die bronzy kleur. Om een beetje als bronzer te gebruiken. Ik mix eigenlijk gewoon een beetje deze twee onderste kleuren. Wauw, die glow is echt heel mooi. Het is niet zo glitterig of raar of zo. Je kunt het gewoon zo'n beetje helemaal zo over je gezicht aanbrengen voor een mooie all-over glow. En dan pak ik een beetje van deze lichte kleur hier. En die wil ik echt aanbrengen als highlighter. Dit is echt heel mooi. Het is wel echt heel subtiel. Het is niet die all-in-your-face heftige glowy highlighter. Ik vind het ook niet echt matchen met de full glam look die ik vandaag heb gemaakt. Ik vind het meer een mooi paletje voor een everyday look. Voor everyday zou ik dit paletje echt everyday gebruiken gewoon. Het is zo mooi subtiel en mooi. Alsof het echt gewoon een glans is van... Ja, binnenuit gewoon. Ja, ik snap wel dat de meeste mensen hier enthousiast over zijn. I like it. Dan als laatste de lippen. En ik heb hier wat lippies van...
En ik heb hier wat lippies van Huda Beauty. Dit is de Huda Beauty Liquid Matte Ultra Comfort Transfer Proof Lipstick. Huda Beauty had al van dit soort matte liquid lipsticks, maar ze hebben de hele formule helemaal veranderd naar een verbeterde formule die mat is, die niet transfert, ideaal voor onder een mondmasker, die hydrateert, fijn voelt op de lippen, etc. En ik heb er hier 4 gehad in PR, waar ik dus van baalde. Toen deze lippies uitkwamen, heb ik al gelijk een kleur besteld. En dat was de kleur Bombshell. Vervolgens krijg ik ze gewoon in PR. En een van de 4 kleuren die ik heb ontvangen is ook de kleur Bombshell. Dus ik baalde wel een beetje. En dit zijn dus de 4 kleuren die ik hier heb. Ik heb hier de kleur Bombshell. Ik heb de kleur Drama Mama. Dit is de kleur Baby Doll. En als laatste Icon. Wat ook fijn is, is dat de lippies matchen met hun lippotloodjes. En een aantal kleuren bestonden al en een aantal kleuren zijn echt nieuw. Ik heb hier ook een lippotloodje van hun in de kleur Pinky Brown. En dat is een perfecte match met de kleur Bombshell. En online staat ook bij elke kleur welke kleur lippotlood ermee matcht. Er zijn echt een heleboel kleuren en het moet 8 uur goed blijven zitten. Oké, nou laten we gewoon een kleurtje gaan aanbrengen. De 2 kleuren hier zijn een beetje bruinig en de 2 kleuren hier een beetje rozig. Dus ik denk dat het een van de 2 rozige kleuren gaat zijn om te matchen met mijn ooglook. Zal ik gewoon gaan voor de echte roze kleur? Zullen we het gewoon proberen? Dit is de kleur Baby Doll. Heel mooi roze. Laten we gewoon die aanbrengen. Oeh, ze ruiken ook heerlijk. Het voelt echt heel licht gewicht aan op de huid. Dit is wel echt heel roze. Ik zou het normaal combineren met een iets donkerder roze lippotloodje. Maar nou wilde ik dat niet doen omdat ik gewoon echt goed de kleur wilde laten zien. Het is wel echt een prachtige kleur. Dit is wel gewoon een kleur die ik zou dragen. Ik hou altijd wel van roze. Even een beetje laten opdrogen. Het droogt op zich wel snel op. Het voelt echt heel licht gewicht aan. Helemaal niet uitdrogen. Het voelt echt alsof ik gewoon niks op mijn lippen heb. En ik heb best wel droge lippen. Dus dat vind ik wel fijn. Ik denk dat ik hem fijn vind, ja. Dit zijn dan alle 4 de kleuren geswatcht die ik heb ontvangen. Let alsjeblieft niet op de roze swatch, want die ging een beetje mis. Maar het zijn 4 hele mooie kleuren. I like it. Ik heb ook echt 4 hele verschillende kleuren ontvangen. Dat vind ik wel fijn. En nu is de lipstick echt helemaal opgedroogd. Ja, ik vind hem echt fijn zitten. I like it. En dat was dan jongens. Even wat fixing spray. Welke ga ik gebruiken? Ik ben er eentje aan het opmaken. De I Heart Revolution 11 fixing spray. Die is al bijna leeg. Dus laten we hem even opmaken. Ja, nou is hij gewoon leeg. Nou, hoe vonden we het gaan? Het was me weer een avontuur. De look is heel mooi geworden. Dat roze is zo mooi. Ik ben blij dat ik er goed uitzie. Want ja, nogmaals, ik moet dus nog weg straks. Ik zal eventjes nog vliegensvlug vertellen wat ik nou van alles vind. Ik begin met de mascara. Die vond ik op zich wel fijn. Het geeft niet per se lengte of heel veel krul. Maar wel echt volume. En het haalt de wimpertjes echt heel mooi uit elkaar. Deze eyeliner is echt een winnaar van vandaag. Echt geweldig. Super fijn. Deze bronzer vond ik ook niet zo fijn. De kleur is te grijs en hij brengt niet zo mooi uit. Aan bedoel ik. Dit paletje is ook nee. Ik ga hem toch gewoon echt niet aanraden. Er zijn genoeg paletjes met dit soort kleuren. De glanzende kleuren waren echt prachtig. Maar ik moest echt te veel struggelen voor de matte kleuren. Dus helaas, ik raad hem niet aan. Deze poeder is echt gewoon amazing. Maar ik vind de verpakking niet fijn. Dus haal vooral gewoon de grote versie. De concealer is echt een bende. Ik vond hem wel echt fijn als contour nogmaals. Maar ja, het is een concealer. En als concealer is hij gewoon te dik. En hij dekt niet genoeg. En dan deze 4-in-1 Perfector van Maybelline. Nee, hij is op zich mooi omdat hij mooi mat is en je geen poeder hoeft aan te brengen. Maar omdat hij niet egaal wordt, moet je best wel veel aanbrengen. En dan wordt het allemaal best wel dikkig op de huid. En de rest van de make-up brengt er ook niet meer heel fijn op aan. Dus ik raad hem ook niet aan. Dit Dior paletje is echt amazing. Als je houdt van een mooie naturel gloed, is dit echt geweldig voor jou. En deze lippies vind ik ook heel fijn. Het droogt mijn lippen helemaal niet uit. Ondanks het feit dat ik wel droge lippen heb. Dus heel erg mooi. Hij brengt mooi smooth aan. Je hoeft niet veel aan te brengen. Het zit echt goed gelokt op mijn lippen. Ik vind dit echt heel erg fijn. Was er nog meer? Nee, dat was het. Dus een aantal dingen raad ik aan, een aantal ook niet. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en iets aan de video hebben gehad. Let me know of je nog meer van dit soort video's zou willen zien beneden in de reacties. En laat gewoon iets leuks achter, een leuke reactie. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Ik geef iedereen hartjes. En zoals altijd ben ik gewoon heel benieuwd naar jullie mening. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!